goede morgen aan iedereen. I trust you had a good night. Ik ga ervan uit dat u een goede nacht hebt gehad. Yes. So you are ready for a study this morning. Dus u bent klaar voor een studie deze morgen. Amen. A Bible study. Een Bijbelstudie. I hope you brought your Bible. Ik hoop dat u Bijbels bij u hebt. If you have not your Bible, als u Bijbels niet bij u hebt, you have to take your neighbor's Bible. Dan moet u de Bijbel van uw buurman nemen. But next time you bring your own. Maar de volgende keer uw eigen. Alright, great. Well, I'm very happy to be here with you this morning. Ik ben heel blij om deze ochtend met u te zijn. 3 days ago, I didn't know I would be here. 3 dagen geleden wist ik niet dat ik hier zou zijn. I was only 16,000 kilometers away. Ik was slechts 16,000 kilometer van Leiden. In de Filipijnen. Op de Filipijnen. I've been there 7 months. Ik ben er 7 maanden geweest. Initially I was to be there only 3 months. Eigenlijk zou ik slechts 2 maanden blijven. But somehow the Lord just got me busy and new places, new opportunities. Op een of andere manier hield de Heer mij bezig en er waren nieuwe plaatsen en nieuwe mogelijkheden. I am very thankful to be here. En ik ben heel blij om hier te zijn. And we have an opportunity this morning to study the Bible. En we hebben de gelegenheid vanmorgen om de Bijbel te studeren. And I'm going to start with you. En ik begin met u. At the beginning. Oh, we beginnen bij het begin. What's the beginning? Waar is het begin? The Bible is called Genesis. De Bijbel is called Genesis. Okay. I think if we knew how to study the Bible. Als ik denk dat als we wisten hoe we de Bijbel moesten studeren. If we would learn to take the Bible as it reads. Als je wil leren de Bijbel aan te nemen zoals je het lezen. If you would take the Bible step by step. Als je de Bijbel stap voor stap neemt. And you would just take it as it says what it says. En dat je nu aanneemt wat er staat geschreven. We would change the world. Zouden wij de wereld veranderen? We would help people. We zouden mensen helpen. To begin to put faith in the Bible. En ze helpen vertrouwen te stellen in de Bijbel. The Bible teaches. De Bijbel leert. The faith comes by hearing. Dat het geloof komt door hearing the word of God. En horen van het woord van God. The Bible says. De Bijbel zegt. In the beginning. In het begin. God created heaven and earth. Schiep God de hemel en de aarde. What do we have here? En wat zien we om ons heen? We have a demonstration. We hebben een demonstratie. We have a declaration. Een verkondiging. It is a declaration. Er wordt verkondigd, afgekondigd. Of a statement. Van een uitdrukking. Of the one. Of the one creator. Van de enige schepper. Who does not come with an apology. Die niet. Doesn't come with an apology. Die niet met een excuus komt. He just says that it is. Hij zegt wel wat het is. He says in the beginning. Hij zegt in het begin. God. God, creator, schiep, heaven, de hemel, and earth, de aarde. What do we have here? Ja, wat zien we hier? We have the answer. We hebben het antwoord. To the world's questioning. Voor de vraag die de wereld stelt. To the world of doubting. En de wereld die twijfelt. You have heard about the theory, evolution of the theory, evolution. U hebt gehoord van de evolutietheorie. Now, in the beginning it was a theory. In het begin was het slechts een theorie. Today in school they teach you it is true. En op school leren ze je vandaag dat het waar is. But they have a problem. Maar ze hebben een probleem. What is the problem? Wat is het probleem? Well, first of all, they have a lot of missing points. Ten eerste hebben ze allemaal missing links, ontbrekende delen. So they have an answer for that. Ze hebben gaten in hun theorie. Oh, what's the answer? En wat is het antwoord? The answer is time. Tijd. With time. Make things, right? Met de tijd kun je dingen maken. With what we cannot explain. Wat we niet kunnen uitleggen. We justify by saying it takes a long time. We kunnen de rechtvaardigen door te zeggen, het neemt heel veel tijd. Have you ever been waiting for somebody who was late? Heb je wel eens op iemand moeten wachten die laat was? Okay. Does that change anything? Make yeah. Things better or worse? Verandert dat de zaak of verslechtert de zaak? So, how can time make things an idiot turn into a person? Hoe kan de make? How can time turn an amoeba into a person? Oh, okay. Hoe kan tijd dus een amoeba veranderen in een persoon? Okay.
But here we have the answer. Maar hier hebben we dus het antwoord. In the beginning. In het begin. What's that? Wat is dat? What's the introduction of something new? Dat is de introductie van what? Nieuws. What is it? Wat is er? Time. Tijd. In the beginning. In het begin. Before there was no beginning. Daarvoor was er geen begin. So God is in the beginning. Dus God zegt in het begin. Now he creates time. Nu schept hij tijd. Before there was no time. Daarvoor was er geen tijd. In Revelation, the last chapter. In Openbaring, het laatste hoofdstuk. The last two chapters. De laatste twee hoofdstukken. There is no more time. Is er geen tijd. There is no more sunshine. Is er geen zonneschijn meer. There is no more solar system here. Is geen solar systeem. There is no more time. Do we go back into our time? We gaan uit de tijd. We call it eternity. We noemen het eeuwigheid. God is forever to ever. Eeuwigheid. But it's time. De tijd. In the beginning, God made time. In het begin schiep hij tijd. He is out of time. Maar hij is buiten de tijd. He knows all about time. Hij weet alles van de tijd. He prophesied on time. En hij profiteert op maar tijd. He is out of time. Hij leeft buiten de tijd. So in the beginning, in het begin, God made the time. Schiep God de tijd. And so what it is? En wat is het? He made time. Hij maakte de tijd. And then he created what? En wat schiep hij toen? Oh, the evolutionists have a problem. De evolutionisten hebben een probleem hier. What's the problem? Wat is het probleem? What do you call creation? Wat zet je in de schepping? You have to have something we call space. Om, je hebt iets nodig wat we noemen ruimte. God creates space. God heeft de ruimte. In the beginning time. In het begin. God in de tijd. Created heaven as space. Dus wanneer toen in het begin, toen God tijd schiep, maakte hij ook ruimte in de hemel. Take it for granted. It takes time for granted. Ze nemen tijd als iets vanzelfsprekend. En dat is they dat. Take for granted space. En ruimte nemen ze ook vanzelfsprekend. Space is created. En ze zien het als iets vanzelfsprekend, maar het is geschapen. I mean, the distance between the earth, the moon, the stars is created. De afstand tussen de maan, de zon en de sterren is geschapen. And then it is the earth. En daarna staat het de aarde. And we call that matter. En wij noemen dat materie. God in the beginning he creates time. In het begin schiep God tijd. He creates heaven. Hemel. That is space. Dat is ruimte. And then en daarna he creates what? Wat schiep hij toen? Matter. Toen schiep hij materie. All matter. Alle soorten materie. The moon, the stars, de aarde, de maan, de sterren, de cellen, de mensen, de levende dingen. So, here we have now something we can work with. En dit is iets waarmee we kunnen werken. Now, what is God at one particular time does he create space and matter? At what? What? Okay, waarom schiep God ruimte en materie? Well, that is the purpose of the Bible. Dat doel wordt in de Bijbel uitgelegd. Therefore, the first verse in the Bible. Daarom zegt de eerste vers in de Bijbel. Establishes. Dat legt een basis. The scene, the environment. De scène, de omgeving. Why he is creating all these things. Waarom God dit alles schiep. Why does he do it? Waarom doet hij het? Well, we just have to read it. We moeten het gaan lezen. And the first two chapters of the Bible. En de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel. Will give us. Vertellen ons. A blueprint. Geef ons een blauwdruk. Of why God created heaven, earth and time, time, space and matter. Waarom God de hemel en de aarde en tijd en ruimte schiep. Now in the first verse of the Bible. In de eerste vers van de Bijbel. There is more. Er is staat nog meer. Alright. There is more. There is nog meer. There is more sermon in the first verse. Er is nog meer. Er is nog een grotere boodschap in de eerste. Let me show you something. One more thing of first verse. Eén nog meer over deze vers. In the beginning, God created heaven and earth. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Where do we find? So this would be the first message found in the Bible. Dit is de eerste boodschap die je vindt in de Bijbel.
What is the, any idea what is the last message you find in the scripture? Oké, nagedacht wat de laatste boodschap is die je vindt, die je vindt in de schrift. The last message in the Bible. This is the first. What is the last? Wat is de laatste boodschap in de Bijbel? Can you see? Jesus says, I'm the first and the last. Want Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. So, let's see what is the first message. Here we have it. What about the last message? Wat is de laatste boodschap? Where do we find the last message? Waar vinden we de laatste boodschap? Revelation chapter 14. Openbaring hoofdstuk. And verse 6. Vers 6. Actually verse 6 and 7. En vers 7. The Bible says, and I saw another angel fly in the midst of heaven. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels. Having the everlasting gospel. En hij had een eeuwig evangelie. To preach. Om dat te verkondigen. And to them that dwell on the earth. Aan hen die op de aarde gezeten zijn. And to every nation. En aan alle volk. And kindred and tongue and people. En stam en taal en natie. So here we have a message. Hier hebben we dus een boodschap. It's called everlasting gospel. En het woord het heeft het eeuwige evangelie. It's proclaimed by a messenger. Het woord verkondigd door een boodschapper. Because angel means messenger. Want het woord voor engel betekent ook boodschapper. So a messenger has a message. Dus een boodschapper heeft een boodschap. The message is called the everlasting gospel. En de boodschap heet het eeuwige evangelie. So you have a messenger. Dus je hebt een boodschapper. And you have a message. En je hebt een boodschap. And you have people to whom the message is given. En je hebt mensen aan wie de boodschap who geeft. Who gets the message? Wie ontvangt de boodschap? Well, it says people, er staan mensen. People dwelling on the earth. Alle soorten volk, yeah. Stam en taal. And then specifically nation, tongues, people. En in het bijzonder wordt er gezegd alle volk en stam en taal en natie. Alright, so, and then verse 7. En dan vers 7. Say it with a loud voice. En dan hij zei met een luide stem. Fear God. Vrees God. And give glory to him. En geef hem eer. For the hour of his judgment is come. Want de uur van zijn oordeel is gekomen. Worship him that made heaven and earth. En aanbid hem and the sea. Die de hemel en de fountains of water. En aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen. So this we call the first angel's message. Dit noemen wij de eerste engelenboodschap. Now we understand that this message is the last message. We begrijpen dat dit de laatste boodschap is. Because it is a message that deals with something specific and new. Want deze boodschap heeft te doen met iets specifieks en iets nieuws. So we need to Acts chapter 24. We gaan nu naar Handelingen. Hoofdstuk boek van Acts, chapter 24. Hoofdstuk 24. Just see something quickly here. Heel snel gaan we iets bekijken. Oké. Verse 25. Vers 25. Acts 24, verse 25. Handelingen 24, 25. And as the reason of righteousness, and this is Paul, and temperance, and judgment to come, Felix trembled and answered, brought away for this time for heaven. I recall thee again. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstige oordeel werd Felix bevreesd en antwoordde. The point is, what was Paul preaching to Felix? Wat predikte Paulus aan Felix? Three things. Drie dingen. And by the way, it says he reasoned. En er staat, hij sprak, hij redeneerde met hem. Okay. Anybody here giving Bible studies? Is er iemand onder ons die Bijbelstudies geeft? Anybody here preaching? Of die je predikt? You are reasoning. Je bent aan het reasonen met mensen. Je bent dus eigenlijk aan het brainstormen, aan het denken, overleggen met mensen. I don't try to indoctrinate you. Ik probeer u niet te indoctrineren. I don't try to impress you. Of u onder de indruk. I am trying to reason with you. Ik wil eigenlijk met u denken, samen de Bijbel. God says, come and let us reason together. Komt en laten wij samen richten. Richten, dat is het woord. So he reasoned of righteousness. Dus hij
hij richtte met Felix over gerechtigheid. Then of temperance. En toen over zelfbeheersing. Third point of judgment to God. Dus over matigheid en toekomende oordeel. What is that? Wat houdt dat in? Future. Dat is in de toekomst. Okay, but Revelation 14. 7. Maar Openbaring 14 vers 7 says the judgment is come. Zegt dat het oordeel gekomen is tegenwoordige tijd. So many there is a time, a particular time, where judgment begins. Met andere woorden, er is een specifieke tijd wanneer het oordeel begonnen so, is. Great back. Genesis chapter 1. So, we gaan terug naar Genesis hoofdstuk 1 vers 1. We have a message. We hebben een boodschap. Containing a first message. Die de eerste, we hebben de vers die de eerste boodschap. And here we have the last message. En in Openbaring vinden wij de laatste boodschap. And I think in common. En hebben ze iets in? Hebben ze delen ze overeenkomsten? Oh yeah. Oh ja. What is it? En wat is het dan? What did you see? What do you read? Wat hebben ze gemeen met elkaar? The first little message we call the message of sealing. Sealing message. De eerste engelenboodschap noemen we ook de boodschap der verzegeling. Now why should we say the seal of God in the first angel message? Waarom staat die boodschap in het teken van de zegel van God? What is the seal of God? Wat is de zegel van God? What is it? A seal of a king is a seal when it puts on the document, it becomes official, it becomes his mark. Ja, dus wanneer de koning een zegel zet of een stempel drukt op zijn documenten, dan wordt het officieel. What do we have on the seal of the Queen of England? As an example. Als voorbeeld, wat staat er op de zegel van de koningin van Engeland? We have a name, Queen of England. Bella, de naam, haar naam staat erop. Koning. The title, which is Queen. England is a territory. De titel, en dat is dus koningin en het territorium, right. En dat is Engeland. So, what do we have here? En wat hebben we hier staan? It's talking about someone. Er wordt over iemand gesproken. So we can worship or should worship. Die we moeten dienen en kunnen dienen. And he's title, which is creator. Zijn titel is schepper. And then his territory. Queen, whatever name, Mary, whatever. Elizabeth, Queen of England. Dus en territory. En we hebben het nu over het territorium. Sorry, name, the title, and a territory. Dus we hebben te maken met de naam, de titel en het territorium. In the first verse of the Bible, in de eerste vers in de Bijbel, we have the name, hebben we de naam, God. God. We have the territory. We hebben het territorium. Okay. And we have his title as creator. En we hebben ook de titel, en dat is hij de schepper. In Exodus chapter 20, in Exodus hoofdstuk 20, if you read right there, als we daar even heen gaan, go there. Exodus chapter 20. Exodus 20. We have the Ten Commandments. Daar hebben we de 10 geboden. In those Ten Commandments. In de 10 geboden. As we read. Als we terwijl we lezen. Verse 8. Vers 8. We see, say, the Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. Gedenk de Sabbath dag dat gij die heiligt. 6 days thou shalt labor and do all thy work. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Verse 10. Vers 10. But the Sabbath day is the Sabbath of the Lord thy God. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. In it thou shalt do all thy work. Dan zult gij geen werk doen. Sorry, indeed thou shalt do nothing in work. Thou of thyself, of thy daughter, of thy manservant, of thy manservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. For 6 days the Lord God made heaven and earth and the sea and all the things in them is, and he rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat er daarin is.
En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. What do we have here? Wat hebben we hier? God is his name. God is de naam. Creator. De schepper. And then his territory. En dan zijn territorium. So the first message in the Bible. Dus de eerste boodschap in de Bijbel. We find the seal of God. Vinden wij de zegel van God. In the last message of the Bible. En in de laatste boodschap. We find the seal of God. Vinden we ook weer de zegel van God. So do you see from beginning to end? Ziet u dat we van het begin tot het einde? There is a frame. Is er een soort van framework? This morning, we like to study a little bit about the frame. En deze moment willen we. But especially we want to study what's inside the frame. Maar dat is dus een, ja, dat is het framework, het raamwerk, maar we willen zien when wat er binnen picture, is. Nee, nee, een schilderij of een plaat hebt. Here is a bit embarrassing, but usually you have a frame. You have a frame and then a lijst. So the framework of the whole Bible is God's creator and that he has a seal. Dus het raamwerk, de lijst van de hele Bijbel, om zo maar te zeggen, is dat God de schepper is en hij heeft de titel, hij is God en hij heeft ook een territorium. But we want to see a little bit more what's in the picture. En hij heeft een zegel, sorry, hij heeft ook een zegel. Maar anybody wants to see the picture maar this morning? Maar wil iemand vandaag ook het beeld zelf zien? Yes. Wat het weer in de lijst is? Go back to Genesis. We gaan terug naar Genesis. That's the beginning. En dat is het begin. Now God made all things. God schiep alles. And then he made man. En toen schiep hij de mens. And let's see how what happened. En laten we zien wat er toen gebeurde. Verse 26. Genesis 1. Vers 26. The Bible says that God said. En God zeide. Let us make man in our image. Laat ons mensen maken naar ons beeld. After our likeness. Als onze gelijkenis. Wow. We were made after the likeness of the Creator. We zijn naar de gelijkenis van God geschapen. And then he said, let them have dominion. En dan staat er dat ze heerschappij mogen voeren. The word dominion. Het woord heerschappij. Means responsible. Betekent verantwoordelijk zijn. Not to become the you know, niet mine. No. Niet om te onderdrukken. You become responsible. Maar je wordt verantwoordelijk. You become the watch care of the animals and the world and the plants. Jij wordt dus de wachthouder over de engelen en de word planten. Also means the watcher of the one who understands. En het woord betekent ook wel de opziener of de wachter die begrijpt. Die verstaat. It also implies you're going to learn from it. Dat houdt ook in dat je ervan leert. You're going to learn from with the creation. Dat wil zeggen dat je ook van de schepping zelf leert. Het wordt een les. Creation becomes a book to learn. De schepping wordt een lesboek om daar vanuit te leren. Not just books. Niet alleen maar de Bijbel. Of boeken, But you also have a living book. Maar je hebt nu ook een levend boek. It's a book of experience, it's a book of understanding, it's a book where you can study. Het is een boek van begrip die je kunt bestuderen. And it's not a dead thing. En it's het a is living geen book. Dood boek, het is een levend boek. And you become responsible for. En je wordt er verantwoordelijk voor. Another thing here. En nog een ander. Verse 27. Vers 27. It says God created man in his own image. En God schiep de mens naar zijn beeld. Okay, in the image of God he created them and he made them male and female. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Now that's a very embarrassing thing today to say. En dat is tegenwoordig. Zorgt het voor rode oortjes bij mensen, of ja, mensen die gaan zich erom schamen als je dit zegt. Okay. We come to a place, especially in the USA and now Europe, that we're not sure about anymore about gender. Vooral in Europa, in Amerika, dan ja, wordt er moeilijk gedaan als het gaat om de verschillende geslachten. This is a normal fruit of the theory of evolution when
evolution as a theory becomes a reality. En dit is dus, dit is niet anders dan de vrucht van de evolutietheorie die een realiteit begint te krijgen. In the thinking of evolutionists, we are just like cells, protozoa, asexual. En volgens de denkwijze van evolutionisten zijn wij slechts opgebouwd uit cellen en wij zijn eigenlijk asexueel. We hebben geen kant gekozen. Now, if you study the cell, maar als we de cel bestuderen, how do they multiply? Hoe vermenigvuldigt een cel zich? What happens to one cell? Wat gebeurt er met een cel? Has the ability. Now, by the way, one cell. See, in the days of Darwin. In de dagen van Darwin. A cell had een cel. Was considered to be the smallest particle of living organism. Werd gezien als het kleinste bouwsteen waaruit een menselijk lichaam of organisme uit bestaat. Today we know a cell is more complex. Dan de internet at 6 o'clock at night. En we weten vandaag dat een cel nog complexer in elkaar steekt dan internet om 6 uur 's avonds. Sorry. One cell is more complex than the solar system. Eén cel is nog complexer dan het hele solar systeem. It's much more complex. En is nog zelf veel okay. Overstijgt dat. So here you have a cell. Hier heb je dus een cel. And then it multiplies. En het deelt zich. How does it multiply? En hoe doet hij dat dan? By division. Door deling. Right? One makes two. Eén maakt twee. Now friends, if I have an apple. Als ik een appel heb. And I cut it in half. En ik het door midden snijd. What do I have now? Wat heb ik dan? Do I have two apples or two half apples? Hebben we dan twee appels of twee halve appels? Huh? So how come one cell can make two? Hoe komt het dat één cel dan twee cellen kan maken? We have here an act of creation. En dit is dus een daad van schepping. Because you cannot mathematically. Rekenkundig gezien. You cannot multiply by division. Kun je niet vermenigvuldigen of delen door. Je kunt niet vermenigvuldigen door deling. It's against the law of mathematics. Dat is gaat tegen de wet van wiskunde in. If you divide, you divide. Als je iets deelt. But God, by division, he multiplies. Oké, maar God door deling vermenigvuldigde hij. Now, I would call that very. Sophisticated maybe, but a very simple system. Ik vind het een heel, misschien is het wel een beetje een complex systeem, maar het werkt wel en het is ingenieus. We know that all living organisms are made of cells. We weten dat alle levende organismen uit cellen bestaan. Is a biology student here? Is er iemand die hier biologie bestudeert? Okay. So now, you have a system which is very perfected and perfection is even very perfect. Dus dit systeem is heel perfect, bijzonder. So why in the world? Waarom zouden wij dan? You want God? Wil je God? Who has a fabulous system to make, multiply, fill the whole universe with stuff? En die dus dit bijzondere systeem bedacht en de hele wereld vulde en vermenigvuldigde. Why should he come with a very problematic component called male? En female. Waarom komt hij dan, als hij zo een prachtige schepping maakt, komt hij met zo'n eigenlijk problematisch component als hij man en vrouw maakt? Twee geslachten, wat wil je hier dan? Waar ben je op uit? We hebben hier een perfect systeem, multiply, infinity. We hebben hier een perfect systeem dat zich kan delen. Absoluut incredible systeem. Dus een ongelooflijk systeem. What do you have? In male and female. Maar waarom wil je dan nu ook zowel een man als een vrouw scheppen? Simply because God. Omdat God made man. De mens die his image. Naar zijn beeld schiet. Image here by his character. En beeld heeft hier te doen met karakter. He's going to have two beings. Hij wil er twee levens scheppen. With different complementary but different character. Die twee.
het zijn verschillende kenmerken hebben, maar die toch elkaar aanvullen. Hij schiet een man. Man. En een man is een man. And then you can check a woman. En hij schiet op een vrouw. And a woman is a woman. En een vrouw is een vrouw. Today, maar vandaag we're kind of confused. Zijn we een beetje vermaard. Why? Waarom? Because we think of men as a couple, as a, just a bunch of cells. Want we denken nu, als we het hebben over de mens, zien we het als slechts een bundel van cellen. And a woman is just another bunch of cells. En de vrouw bestaat ook slechts uit een hoop cellen. Maar sorry. A man is a man. Een man is een man. And a lady is a lady. En een vrouw is een vrouw. Yeah. Now I know there is surgery, there is hormone therapy. En je hebt hormoontherapie en allerlei medische ingrepen. And by the way. En trouwens. 50 years ago. 50 jaar geleden. There was a problem with this. Had je dit probleem nog niet? I love to study biology and health. Ik hou ervan biologie en voedingsleer te bestuderen. And I mean through some of the deeper, you know, not just newspaper and television, understanding of what they will tell you about the media. What the media tells you about these issues. Oké, dus ik ging in het verleden duiken en ik keek in de media en de nieuwsberichten. If you study it, en als je het een beetje bestudeert, dan zul je ontdekken dat de laatste 50 jaar the world's population, especially Europe, USA, dat de wereldpopulatie, met name in Amerika en Europa, undergone a tremendous changes in what they eat. Een enorme verandering zijn ondergaan in wat ze eten. Is that right? Gelooft u dat? Yes. Of niet? Right. Now, especially as we consider the most people in those nations eat animal products. Zoals we al weten, eten de meeste mensen van uit naties vlees. I was on a plane 2 days ago. Ik was in het vliegtuig 2 dagen geleden. Went from Philippines to China. Van de Filipijnen vloog ik naar China. There was 2 times they had offered a meal. En 2 keer wilden ze eten geven. On my watch. En op mijn tijd. Filipino time. Op de Filipijnse tijd. The first time they offered lunch was about 9 o'clock. De eerste keer dat ze eten aan boden was om 9 uur. And it was a big jumbo plane. En het was een grote jumbo. And I was the only one drinking just water. En ik was de enige die water dronk. Everybody was eating. En iedereen was aan het eten. Okay. Yeah. And what did they offer? En wat werd hen aangeboden? You could eat chicken. Je kon kip eten. Fish. Of vis. Chops. Dat was de keuze. So I had my water. Dus ik had mijn water. At my time in the Philippines was about 7 o'clock, 8 o'clock in the morning. En mijn tijd. De Filipijnse tijd betekende voor mij 8 uur in de ochtend. We're flying over Moscow or somewhere. It must be local time about 5 o'clock in the morning. Lokale tijd moest het 5 uur in de ochtend zijn. What did they offer for breakfast? En wat hadden ze voor ontbijt aangeboden? I had my water and apple juice. Ik kreeg mijn water en appelsap. The people, everybody ate. En iedereen at. 300 people almost. Bijna 300 mensen, 280 mensen. They had beef and chicken. Ze hadden biefstuk en kip. And maybe rice and potatoes, don't they? Oh ja, ham en kip. En misschien ook rijst en aardappelen. Okay. Fish. So, what did you have in those foods? How do they make those beef and chicken and even fish? Hoe waarvan maken ze de ham en de kip en de vis? They are grown with hormones. Ze zijn volgestopt met hormonen. Oh, what kind of hormones? En wat voor soort hormonen? Mostly speed hormones for certain animals, but mostly it's estrogens. Oestrogeen. What is that? En wat voor hormoon is dat? We have a name for it. En we hebben een ander. We have two big groups of hormones. We hebben 2 groepen hormonen. We have the estrogens. De oestrogenen en testosteron. En testosteron.
What estrogen is female hormones? En dat eerste, dat is dus een vrouwelijk hormoon. Now, women also have testosterone. Maar ook vrouwen hebben testosteron. And we also have some testosterone. Testosterone en estrogen. En mannen hebben ook zowel van beide hormonen wat, maar met name meer van testosterone. But in the woman, estrogens are predominant. Maar in de vrouw, meer de vrouw is oestrogeen is. Well, what happened? What happened when men begin to use too much food containing too much estrogens? Oh. Dus wat gebeurt er wanneer mannen te veel eten gaan eten waar oestrogeen in zit? They start to grow breasts. Ze gaan te beginnen borsten, de borst beginnen te groeien. And even without that, they start to change here. En ze beginnen ook qua denken te veranderen. Hier gaan ze veranderen. Behavior changes, feelings change. De gevoelens veranderen. You got mixed up. People get mixed up. Oh, mensen die worden in de waar. Because we are just a bunch of chemistry. Omdat we gewoon slechts ja, een hoop chemisch zijn. God made us chemistry people. God maakte de mens uit, ja, uit chemie. You think you're something yourself. Je denkt dat je iemand bent. Yeah, you better study your physiology. We kunnen beter onze video, ons ja, onszelf studeren. Wij zijn eigenlijk gewoon chemicaliën. I'm not your chemical. Een hoop chemie. God is in control. Maar God is wel in controle. If you follow his will. Als je zijn voetsporen volgt. If you eat the food that he designed for us. Als we het eten dat hij voor ons ontworpen heeft. And that's the next verse. En dat staat nu in het volgende vers. In Genesis. In Genesis. The Bible says, de Bijbel zegt, vers 29. And God said. En God zeide, behold, I have given you every herbivore seed. Zie, ik geef u al het zaaddragend gewas. Is upon the face of all the earth. Op de hele aarde. And every tree. En al het geboomte. In which is a fruit of a tree, yielding seed. Waaraan zaaddragende vruchten zijn. To you shall be food. Het zal u tot spijzen dienen. So what do we call this today? Hoe noemen wij dit vandaag? Today the best word is not vegan. Het beste woord is niet vegan. It's called whole, integral, unrefined plant food. Het is eigenlijk heel onbewerkt plantaardig eten. That is the highest nutritionist in the world. I think that's how they call it. En dat zit hier, dat is dus zo. Top nutritionist in the world called this whole plant food. Dus de top diëtisten en mensen die hier in thuis zijn, die noemen dit dus geheel onbewerkt plantaardig eten. Dat is no animal products. En geen dierlijke producten. No refined food. En geen geraffineerd eten. Oké. What is refined food? En wat is geraffineerd eten? One of the two most common, and we use mostly, I don't use, but most people use it. Wat zijn de twee meest algemeen gebruikte producten die bewerkt zijn? One of the two most refined food in the world. Oké, wat zijn de twee soort belangrijkste, meest gebruikte geraffineerde voedingsmiddelen in de wereld? Flour. Dat is bloem. Rice, white bread. En witte rijst. You think so? Denkt u dat? You're wrong. Dat heeft u mis? You're wrong. You're wrong. Okay. Suiker. White rice compared to whole rice. Witte rijst vergeleken met hele bruine rijst. They remove from 3-5% of the whole grain. Ze ontnemen van die graan een soort 3-5%. Sometimes it's only 1%. En soms is het nog 1%. So it is refined. Dus het is geraffineerd. Good. Het is niet gezond. Because the envelope has 8 times more nutrition than the inside of the grain. Want de schil heeft 80%, bevatte 80% meer voedingsstoffen dan de binnenkant. What do they give to the chicken and the pig? Trouwens, ze voeden daarmee de kippen en de varkens. White rice, you have no nutrition. Dus als je witte rijst eet, ontbreek je voeding. You have only sugar. Je hebt alleen maar suiker. Same with white flour. Dat heb je ook met witte bloem. We take away 3-5%.
We nemen slechts 3 tot 5%. But in this shell, you have the bread, you have much more nutrition. Maar aan de buitenkant heb je ook veel meer voedingsstoffen dan aan de binnenkant. So it's refined. Dus het is geraffineerd. But it's 25%. Maar het is slechts 3 tot 5%. So give me a food where they take away at least 80%. Dus neem ze voedingsstoffen waar ze op zijn minst 80 tot 90% van. Give me a food, sugar. We halen. Sugar, ja, dat is 99%. We halen ze op 99%. So it's the top refined food. Dus het is de top geraffineerd voedingsmiddel. Today sugar is no longer a food. Een suiker wordt trouwens niet meer gezien als voedingsmiddel. And so is what they call high corn syrup. Het is een high corn syrup. Most foods have high corn syrup. En de meeste voedingsmiddelen bevatten suiker. I don't have here time. Ik heb niet alle tijd. To go to this kind of situation. Om in dit soort dingen in detail te treden. Well, I'm going to tell you about the second food, which is the most refined food. Maar ik ga het hebben over het tweede voedingsmiddel dat ook het meest geraffineerd is. Sugar, by the way, suiker. What you buy, which you have in food and visible. En dat dus onzichtbaar is met alle voedingsmiddelen die zit bijna. Pure chemical. Is een puur chemisch. It is pure saccharose. Het is het bestaat puur uit saccharose. Saccharose is two components. En het bestaat uit twee componenten. En weet u welke twee? Glucose en fructose. What happens with the glucose? Wat gebeurt met de glucose? It goes into your bloodstream. Het gaat in je bloedstroom. And the body tries to take care of it. En je lichaam die werkt ermee. And the second component is fructose. En de tweede component fructose. Which is 45 to 50%. Dat 40 tot 50%. Oh, fructose sounds so good. Het klinkt zo goed. Sounds like fruit, right? Het klinkt als fruit. Well, it comes from plants. Het komt van planten. Het is plantaardig. Sugar doesn't come from animals. En suiker komt niet van dieren. Except lactose. Alleen een beetje lactose. But fructose. Maar fructose. What does the body do with fructose? Wat doet het lichaam daarmee? You know, the last 25 years. De laatste 25 jaar. If you were a scientist. Als je wetenschapper was. Paid by an institution. Betaald door een instituut. Paid by a university. Betaald door een universiteit. Or any sponsored research center in the world. Of welk gesponsord gefinancierd centrum in de wereld. They would cut your allowance. Dan zouden ze de toestemming of de licentie om te werken zouden ze dus wegnemen. If you were studying fructose, they would cut you off. Oké, dus als je ging verdiepen in fructose, dan zouden ze ervoor zorgen dat je niet meer aan het werk zou blijven. It's only in the last 5 years we finally have people who came to the front, Dr. Lustig, and he tells you what fructose is. En het is pas in de laatste 5 jaar dat mensen moedig zijn geworden op te staan en onderzoek naar te doen. Fructose goes straight into the liver. En fructose gaat direct naar de lever. It's all right. En dat is goed. Because excess glucose ends up also in the liver. Want de resten van glucose eindigen ook in de lever. It turns into glycogen. En het volgens mij wordt opgevormd tot glycogeen. It's reserved for tomorrow. En het wordt energy for tomorrow. En het wordt eigenlijk opgeslagen als energie voor de dag daarop. But fructose goes into the liver. Maar fructose komt in de lever terecht. But fructose turns immediately in the liver into ethanol. Maar fructose wordt in de lever wordt omgezet in ethanol. What is ethanol? En wat is dat? It's an alcohol. Dat is een alcohol substantie. Well, the body is designed marvelously. Het lichaam is meesterlijk geschapen en ontworpen. As it turns into alcohol. En als het dus in alcohol omgezet wordt. The body has intelligence. Heeft het lichaam een intelligentie? God designed. Die God ontwierp. And God says, oh, you cannot go to the brain in alcohol. You gotta stay down. Oh,
alcohol wordt gevormd, dat kan niet naar de hersenen gaan, dat moet hier beneden blijven. Exactly what happens. En dit is wat er gebeurt. So how does it stop to go into the brain? Dus hoe wordt het weerhouden naar de hersenen toe te stromen? Ethanol is going to be turned into FAT, fat. Ethanol wordt dus weer afgebroken in AFT, vet. So now it's fat in the liver. Dus nu wordt, heb je vet in de lever. Every time you take sugar, en elke keer als je suiker neemt, gaat glucose in het bloed. If you're healthy, als je gezond bent, excess goes into the liver. Dan gaan het afval dat gaat naar de lever. No energy for tomorrow. En dan wordt energie weer opgeslagen voor de volgende dag. The fructose. Maar de fructose turns into fat. Wordt veranderd in vet. In the liver. In de lever. And it stays there. En het blijft daar. Oh, you see, I'm not fat, I'm skinny. Maar je denkt, ik ben mager, ik ben niet dik. It doesn't matter. Het maakt niet uit. Most people today in our time. De meeste mensen vandaag de dag. Are producing cirrhosis of the liver. Zorgen voor cirrhosis of the liver. Even cirrhosis. Verschrompeling van de lever. Enlarging of the liver. Oké, of een vergroting. Most people in the West have it. De meeste mensen in het Westen hebben dit. Okay. Even if you are skinny. Zelfs als je er slank uitziet. Alright. So plant food unrefined. Dus plantaardige voeding dat ongeraffineerd is. What is the second food mostly refined? En welk voedingsmiddel is daarnaast nog het meest geraffineerd? What is it at least 75, not 5%, not 3%. 75%. Waarvan ze op zijn minst 75% van opnemen. You have in your bottle. Dat heeft u in uw fles. And you can pour out the food. En je kunt het over je eten heen. What is it? Wat is dat? Skull oil. En wij noemen dat olie. Olie. Okay. Oil is the next most refined food in the world. Olie is het meeste geraffineerde voedingsmiddel in de wereld na suiker en andere. I'm talking oftentimes to meat eaters. Vaak praat ik met vleeseters. I was giving lectures 7 months in the Philippines. In the Philippines. Believer, Christian, Adventist, whatever. All eat meat. Op de Filipijnen gaf ik 7 maanden een studie. En mijn gehele gehoor, of ze nou Adventist waren of niet, allemaal aten vlees. Of course I talked a bit about clean and clean. En ze hadden ook wel over rein en onrein vlees. But also talk about sugar. Maar we hadden het ook over suiker. Because people there are sick. Want mensen zijn ziek. High rate of cancer. Heel veel van kanker, diabetes, hartziekten. Not caused by animal food. Die niet veroorzaakt zijn door dierlijk eten. But by a combination. Maar door een combinatie. Not of animal food. Niet alleen dierlijke eten. Frying everything. En alles te frituren. And adding sugar at the end. En suiker eraan toevoegen aan het eind. That's why India. En daarom is er in India, China, Philippines, Indonesia. Op de Filipijnen en Indonesië. The curve the last 5-7 years. Is de curve de laatste 5 jaar. 80% of deaths today. 80%. 80% van vandaag wordt veroorzaakt door dierlijke producten. Highly refined products. Hoog geraffineerde producten. The sugars. De suikers. Inclusief the corn syrup. Yes. Inclusief de maïssiroop. The visible and invisible sugar. De zichtbare en onzichtbare suiker. And the oils. En de alle soorten oliën. Causing the problem, the tremendous health crisis we have in the world. Veroorzaken dus de grote gezondheidsproblemen die we hebben. So the Bible has it. De Bijbel vertelt het ons. Oh, by the way, they say, oh, but olive oil is very healthy. Maar sommige mensen zeggen, olijfolie is zo. Oké. Let me say something about olive oil. Laat me iets hierover zeggen.
I'm from the south of France. I live a long time in the south of France. Ik heb lang in Frankrijk gewoond. And I live 10 years in Portugal. En 10 jaar in Portugal. And my neighbor and we have olive trees. En mijn buurman heeft olijfbomen. And my neighbor, he has a mill. En hij heeft een molen. And we make olive juice. En we maken olijfsap. We make olive juice. Olijfsap. And then, when you separate the water, it becomes oil. En wanneer het water ervan verwijdert, houdt het olie over. But it comes out of the mill with olive juice. Maar als het uit de molen komt, heb je olijfsap. And then you see how much you take away. En dan zie je hoeveel er weggenomen wordt. Water is okay. Water is okay. And then all this matter, thick paste, they throw it away. En dan heb je die substantie, die dikke pasta zeg maar, wordt weggegooid. Now this is organic olive oil. En dit is organische, biologische olijfolie. And I use some of that. En ik gebruikte daar wat van. Maybe once a week. Eens in de week. In fire, yes. Als ik een gast heb. And I use raw. R-A-W. Wat is dat? Raw. Oké. Dus ik gebruik het rauw. Rauw. R-A-W. Oké, rauw. And you use it once a week. En je gebruikt het eens. Yes, and you never cook it. Je gebruikt het eens in de week. Als je een gast hebt en je kookt. Cooking oil turns into a high fusion food. Oké, dus gekookte olie verandert in een hoog, voedingsmiddel. You want to believe a sick person? Cook your oil. Als u probleem aan uw lever wil ondervinden, moet u het met olie koken. Now I do use at time also virgin cold pressed coconut oil. Soms gebruik ik ook koud geperste kokosnootolie. But not every day. Maar niet elke dag. Why not? Why not? Waarom niet? Your liver cannot take it. Kan het niet aan. By the way, your liver can only process 12 grams of fat per hour. Je lever kan slechts 12 gram per uur verteren. Okay. I'm not going into details. Ik ga niet in alle details. If you want to know more, you come to my lectures. Als je meer wil weten, dan moet je naar de bijeenkomsten komen. Okay. Yeah, I know. Comes later. Ask the question later. I have 2 minutes, 1 minute. Okay, so my time is over. What I want to point to you today. Maar ik vandaag duidelijk maken. Is that in the beginning. Dat in het begin. The Creator. De Schepper. Made us by design. Ons bij ons werk. He made us for a reason. Hij maakte ons om een reden. And he wants us to be happy and healthy. En hij wil dat we gezond en blij zijn. And he wants us to stay with him in his creation. En hij wil dat we met hem in zijn schepping blijven. And he wants us to be responsible. En dat we verantwoordelijk zijn. For our surroundings. Voor onze omgeving. That's the plant. En dat is de planten, de dieren, de bomen. That's the field. Het veld. That's the soil. De aardbomen. And that's the animals. En de dieren. And yourself. En onszelf. And God is waiting now. En God wacht nu af. For a people. Hij wacht op een volk. Who will be willing. Die gewillig zijn. Messengers. Om zijn boodschappers te zijn. That will stay track with him. Die, die hem op de voet volgen. That will be able to commune with him. Die met hem kunnen communiceren. To talk with him. Door met hem te praten. Reason with him. En met hem te overleggen. And to become obedient. En gehoorzaam te zijn. To his law. Aan zijn wetten. His moral law. Zijn morele wetten. His health law. En zijn gezondheidswetten. And his living law. En alle andere wetten. Okay. So this is the message. Dit is dus de boodschap. That God has kept for us. Die God voor ons heeft ons voor heeft gehouden in de laatste dagen waarin we leven. It's very interesting to see. En het is mooi goed om te zien. Attacks coming from the outside inside. Alle aanvallen van buitenaf die binnenin komen. The attack, even the very characteristic God-based men and women. Ze vallen nu zelf de kenmerken van de vrouw en de man aan. The attack, of course, the marriage. En ook huwelijk staat nu onder vuur. Our lifestyle. En onze levensstijl. But do you have any bones? Heeft u ook botten? Do you have a skeleton? Heeft u een skelet? Do you? Heeft yes. Can you stand? Kan u staan? Can you see how it is? Kunt u zeggen hoe het werkt? Christians are silent today. Christenen zijn stil vandaag. Very old. It's so much pressure. Oh, er is zoveel druk vandaag. I love pressure. Ik hou van druk.
The more there is, hoe meer er is, the more stronger you're going to be. Hoe sterker je moet zijn. The more attack you have. Hoe meer aanval je krijgt. Ja, wat meer. Ja, je hebt een wapen. Je moet zeg maar een wapen van faith. Je hebt het woord van God. Je hebt het woord van God en je hebt je hebt de testimony, je hebt je experience. Je hebt je ervaring. Je hebt je getuigenis. God is dying around you. De wereld gaat om u heen, dood om u heen. This is official number. En dit is officieel. This is not just America or Europe. This is worldwide. Dit is wereldwijd. 1%. 8%. 1%. 8-0. 80%. 80%, ja. Is dying. Gaat dood. From 5 diseases. Van door 5 ziekten. All 5 are lifestyle related. En ze zijn allemaal gerelateerd aan de levensstijl. Is heart disease. Hartziekte. Cancer. Kanker. Diabetes. Diabetes. Autoimmune disease. Autoimmune. Prescription. Prescribed medicine. En voorgeschreven medicijnen. All because. Allemaal omdat. Lifestyle is. De levensstijl verkeerd. So you have a word to do. Dus wij hebben werk om te doen. En in de volgende presentatie. Gaan we erover praten. What is our mission? Wat onze missie is. What's our job? Wat is ons werk? It's very clear. En dat is heel duidelijk. Dat God u mag zegenen. Laten we bidden. Father in heaven. Vader in de hemel. Blessed, thankful as a people. We zijn gezegend als een gedachtevol volk. As we see time going by. En als we zien dat de tijd verstrijkt. We realize that the message you have given us. Dan realiseren we ons dat de boodschap is not least or less important. Dat de boodschap die ons gegeven is niet minder belangrijk is. But it's exactly the answer to all the tragedies and the situation, the problems in the world. Maar het is een antwoord op alle tragedies en problemen in de wereld. Lord God, you have the answers. En met u hebt alle antwoorden. And you designed, you called us to be those who would bring the answer up to the front. En u hebt ons gevraagd dat antwoord uit te dragen. So that your name can be glorified. Zodat uw naam verheerlijk wordt. So you can have a people ready for judgment. Zodat uw volk gereed hebt staan voor het oordeel. People who have the seal of God. Mensen die de zegel van God hebben. People living in harmony with your ways, your law. En die in harmonie en overeenstemming met uw wetten leven. To help us to lean on Jesus. En help ons te leunen, te steunen op Jezus. To learn and lean on Him. En van Hem leren. To stand by His side. En te staan aan zijn zijde. We prijzen en bedanken Jezus in Jezus' naam. Amen.